allemaal. Mooi dat jullie er zijn. Zullen we het eerste nummer staan en zingen? Alles.
Zo. Dat swingt lekker, jongens. Goedenavond allemaal, welkom. Welkom bij deze jeugddienst. Mijn naam is Erwin Kramer. Ik zal vanavond voorgaan. Ik ben niet Frank Pullen. Frank die heeft helaas last van zijn knieën. Die heeft namelijk aan beide knieën zijn kruisbanden gescheurd. En soms dan sport deze beste jongen nog alles te hard. Het is een van mijn goede vrienden. Hij is sportinstructeur. En nu zit hij met een hele opgeblazen knie zit hij thuis. Dus, het lijkt me niet handig om te komen. Kun jij het van me overnemen? Nou, en gelukkig mocht dat van de organisatie ook. Dus namens de organisatie welkom, namens mij welkom. We gaan zingen, we gaan God aanbidden. We gaan nadenken over God en de toekomst. Dus met God de toekomst tegemoet. Daar wil ik vanavond met jullie iets over delen. Maar eerst gaan we nog zingen. En ik wil graag deze avond opdragen in gebed. Vader in de hemel, dank u wel voor dit moment. Dank u wel dat we hier mogen zijn. Dat we in het prachtige gebouw samen mogen komen. Dat we mogen zingen voor u, Heer. Heer, wilt u maken dat we een mooie avond mogen beleven. En dat we iets van u mogen leren. Vader, dat we met nieuwe energie ook weer naar huis mogen. Je moet u zo in ieder die hier zit aanraken. Dat vraag ik zo in de machtige naam van Jezus. Amen. Thank you.
beschaamd. Ik steun alleen op Jezus' naam. Thank you.
Goed. Dank jullie wel, Bent. Prachtig om zo te mogen zingen over God. Wellicht zijn het liederen die wat minder bekend zijn voor je. Maar dat maakt het niet minder goed om te zingen voor God. Zoals ik net al zei, mijn naam is Erwin Kramer. Ik ben van de week gebeld om in te vallen. En dat doe ik graag. In mijn dagelijks leven ben ik junior voorganger van de baptistengemeente in Meppel. Daar kom ik ook vandaan. Daarnaast sta ik nog 2 dagen voor de klas. Groep 4, 5, 6. En ik heb een passie voor de kerk. Passie voor God, een passie voor het geloven en passie voor spreken. Vandaar dat ik er ook mijn werk van heb gemaakt. En zo ook dat ik hier vanavond iets met jullie mag delen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik bij dit thema wel een beetje dacht, oké, wat ga je daarover zeggen? Met God de toekomst tegemoet. Hoe zorg je er nou voor dat je vanuit de Bijbel gaat nadenken over met God de toekomst tegemoet, zonder dat het een verhaal wordt over alle verschrikkelijke dingen die de mensheid te wachten staat? Want als je dat nog niet weet, dit boek is soms best wel gruwelijk. In het begin van het boek, in het Oude Testament, is het soms best hel en verdoemenis. Maar in het laatste boekje ook. En dat laatste boekje, dat gaat over de toekomst. En moeten we daar dan vanavond over gaan hebben? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat er nog een stap voor gaat. Want de toekomst is zo simpel als over een minuut. Over een uur. Over een dag. Over een week. Ook dat is de toekomst. En met God die toekomst tegemoet vind ik voor dit moment relevanter dan het hebben over wat ons te wachten staat. Wellicht ons, wellicht de generatie na ons. Op het moment dat onze Heer en Heiland terugkomt op de wolken, zo zeggen ze dan. Met God de toekomst tegemoet. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar een nieuw schooljaar, en zeker nu ik voor de klas sta, is een nieuw schooljaar echt wel een soort nieuw begin. Eigenlijk nog meer dan oud en nieuw, de jaarwissel. Toen ik vroeger op de basisschool zei, dan fietste ik naar huis op de laatste dag voor de zomervakantie. En dan zei ik ook tegen mijn vriendjes, tot volgend jaar. Niet wetende dat het jaar in januari wisselt, of in december januari wisselt. En niet in de zomer. En met die ogen keek ik afgelopen zomer in Frankrijk ook toe naar dit jaar. Hoe gaat het eruit zien? Wat ga ik meemaken? Wat mag ik doen? Hoe gaat het werk eruit zien? Welke leerlingen krijg ik in de klas? Zijn dat moeilijke leerlingen? Moet ik heel veel strijden? Gaat het heel zwaar worden op mijn werk? Hoe zal het in de kerk zijn waar ik werk? Allemaal dingen waar je over nadenkt en wat in principe de toekomst is. En al gauw zijn wij mensen dan heel geneigd om vanuit onze eigen gedachten, vanuit onze eigen capaciteit te gaan nadenken over wat we kunnen doen en dat wat op ons afkomt. Op het moment dat jij naar school gaat en naar een middelbare school, wellicht zit je in klas 1 en ben je voor het eerst naar een middelbare school gegaan, dan ga je al nadenken, nou, wat kan ik de eerste dag aantrekken? Heb ik allemaal boeken bij me? Heb ik ze gekaft? Wat moet ik allemaal meenemen? Hoe laat moet ik waar zijn? In welk lokaal moet ik zijn? En allemaal dingen die je in principe zelf in de hand hebt. Dan ga je de toekomst tegemoet, wellicht zonder God. Of in ieder geval, dat stukje, nee, dat kan ik zelf wel. Nou, zo ging dat ook bij mij afgelopen zomer. Als ik nadacht over mijn werk, ik heb theologie gestudeerd, ik weet wat ik kan verwachten binnen de kerk, ik weet wat ik kan verwachten binnen de school, daar heb ik ervaring op gedaan, dat is mijn derde jaar voor de klas. En heel snel vergeet ik dan God erbij te betrekken. Bij die toekomst. En ik heb moeten leren om God in mijn leven erbij te betrekken. Want alles wat je vanavond zult horen en alles wat je wellicht hier op zondagochtend hoort van een andere gemeente waar je dan ook kerken mag.
of op vrijdagavond, op jeugdavonden. Dat is soms best ingewikkeld. Hoe pas ik dat nou toe, dat wat ik hoor vanuit de Bijbel, dat wat ik hoor van mijn dominee, van mijn predikant, van mijn voorganger, van mijn jeugdleiders, hoe maak ik dat nou zo dat ik dat snap, dat ik het begrijp? Want eigenlijk moet je dit thema ontleden, dat is namelijk met God en de toekomst. En dat met God is denk ik het belangrijkst. Maar daar zit ook direct het ingewikkelde. Ja, hoe dan? Zo vaak horen we in de kerk van die kerkclichés. God houdt van je, God ziet je, hij is bij je. Hij zal je leiden, hij zal je sturen. En dat is heel goed en het is heel waar. Want het zijn eigenlijk geen clichés, het is de waarheid. Maar hoe pas je dat toe? Ja, God leidt je. Ja, hoe dan? Hoe ziet dat er in mijn leven uit? Op het moment dat ik een lekke band heb op mijn eerste dag van school. Is dat God die mij leidt? Hoe ziet dat er dan uit? Nou, wellicht maak ik het iets te klein. Maar het is belangrijk om het geloof zo te presenteren dat het heel concreet is en heel tastbaar. Zeker voor de jongere generatie. En daarmee doe je niet af van de waarheid van de Bijbel. Het versimpelen van wat hierin staat betekent niet dat je iets af hoeft te doen aan de waarheid van het woord. En ik ben ook opgegroeid in een kerk. En ook ik zat met mijn ouders soms 2 keer op zondags in de kerk. Ik vond het niet altijd leuk. Ouderwetse liedjes, we hadden zo'n liedbundel. En dan ging ik opzoeken en dan stonden dan zeg maar de jaartallen van wanneer het lied geschreven was. Nou, daar schrok ik me echt kapot. 1600 nog wat of zo. Dat ik dacht, ja, maar dat kan toch niet? Zo zat ik in die stoel. Dan dacht ik, ja, wat moet ik hier nou mee? Al die grijze muizen die dan liedjes zingen waarvan ik de helft niet begrijp. Met zo'n orgel dat ik denk, nou, ik weet het niet hoor. Maar als dit het geloven is. En dan dus inderdaad ook horen, ja, God houdt van je en hij leidt je en hij is bij je. En dat is allemaal heel leuk en het werkt en je neemt het aan. En als je ouders hebt die je verplicht om naar de kerk te gaan, dan blijf je komen. En op een gegeven moment was er ook wel zoiets in mij dat ik dacht, het is goed om te gaan. Maar ik ben op een gegeven moment op een punt in mijn leven gekomen dat ik moest ontdekken wat het nou echt inhoudt. Dat met God. Dat ik moest ontdekken die Bijbelse principes die me soms zelfs door de strot werden geduwd. Willens en wetens. Daar zit waarheid in. Daar zit leven in. Dat is echt. Dat is zo. Als iemand zegt, God houdt van je, God leidt je, God spreekt. Dan is dat zo. Dat is de waarheid. Maar die waarheid moet wel ergens landen. Het moet wel een soort echt voor je worden. En ik kwam op een punt in mijn leven dat ik ging ontdekken dat dat echt zo was. Maar die weg daarnaartoe was verschrikkelijk. Is verschrikkelijk. Ik was 14 jaar oud, toen leerde ik een meisje kennen op de middelbare school. En het was voor het eerst, moeten jullie niet lachen, maar dat er echt een meisje waarvan ik dacht, die is echt ontzettend knap, mij ook leuk vond. Hè, normaal gesproken, dan waren er wel meisjes die me leuk vonden, maar dan dacht ik, ja, ik weet het niet. Maar dit meisje, ze was vet populair. Ze zag er heel goed uit. Nou, dat deed wel wat met me. En we waren 14, we kregen verkering. 2011, donderdag, 16 juni, 10:05, ik weet het nog steeds. En dat was geweldig. En wij zijn zo onze middelbare school met elkaar doorgegaan. Ze zat bij mij op de middelbare school. Later zat ze ook bij mij op het mbo. En ik was tot over mijn oren verliefd op deze meid. En zij ook op mij. Maar zoals de wat oudere mensen hier wel weten is, liefde is soms heel ingewikkeld. Relaties zijn soms heel ingewikkeld. Zeker als je op jonge leeftijd bij elkaar komt. Dan voeg je je naar elkaar. En wat er bij mij gebeurde is dat er een stuk van mijn ontwikkeling stopte. Ik hoefde namelijk niks anders te zijn dan goed voor haar. Dan aantrekkelijk voor haar, dan lief voor haar. Alles wat ik deed, als zij het maar goed vond, dan was het oké.
Toen kwam er een punt dat ik tegen haar zei, joh, we houden zoveel van elkaar. Moeten wij niet eens met elkaar trouwen? Nou, ze was het met me eens. Meest slechte huwelijksaanzoek ooit, denk ik. En wij zeiden, nou goed, dan gaan we volgend jaar rond deze tijd gaan we trouwen. Nou, hoe gaan we dat dan doen? Ja, we hadden beide onze opleiding afgerond. En dan zou ik gaan werken en zorgen voor inkomen. En zij zou verder gaan studeren. In de veronderstelling dat het inkomen wat ik als 19-jarige zou hebben genoeg zou zijn om een huis te kunnen huren en met z'n tweeën van te kunnen leven. En op een gegeven moment kwam er een punt dat, dat zij naar Rwanda ging. Op een soort zendingsreis was het eigenlijk van 3 weken. Ja, het was niet echt een zendingsreis, maar ze ging kinderwerk doen in Afrika. Nou, hartstikke mooi. Ik lag lekker in Frankrijk in de zon, dat past mij meer. En ze komt terug en ze zegt, joh Erwin, het hoeft allemaal niet meer. Laat maar. Weet je, ja, ik hou wel van je en het is wel, maar... En natuurlijk is het ingewikkelder dan wat ik nu schet. Er gaan er wel wat dingen aan vooraf. Maar zij maakte de relatie uit. Ik was 19 jaar oud. Mijn hele leven was gebouwd op haar. Zoals ik net al zei, alles wat ik deed, zolang het me goed genoeg was, voor haar was het oké. Alles wat ik droeg qua kleding, als zij dat me mooi vond. Op het moment dat zij mij aansprak op dingen, dan paste ik dat aan, zodat zij tevreden was. En dat viel weg. En toen op 19-jarige leeftijd ben ik eens gaan nadenken, maar wie ben ik nou eigenlijk? En in mijn beleving is dat te laat. Of dat ook echt zo is, daar kunnen we nog over discussiëren. En toen pas ging ik proberen terug te vallen op God en op die Bijbelse waarheden. Ja, God ziet je en houdt van je en hij is altijd bij je. Want ja, diegene die mij altijd zag, voor wie ik was, die van me hield en die altijd bij me was, dat was mijn vriendin, dat was mijn verloofde. Dus ik ging terugvallen op de Bijbelse waarheden. En ik snapte er niks van. Want ik had helemaal niet het idee dat God me zag. Ik had helemaal niet het idee dat God van me hield. Want ik voelde dat niet. Ik merkte dat niet. Ik snapte dat niet. Hoe kan het nou dat iemand hoog in de wolken, onzichtbaar, mij ziet, mij kent? Mijn haren heeft geteld, zegt de Bijbel. Ja, het zal wel. Het moet allemaal de waarheid zijn. En ergens geloofde ik het ook wel, maar met mijn verstand. Het was nog niet ergens binnenin gedaald dat ik denk, oh, maar wacht even, het is ook echt zo. En toen kwam er een moment dat ik dacht, ja, weet je wat? Het kan allemaal wat. En ook toen de tijd al sprak ik. Ook toen de tijd al was ik veel aan het zingen. Ik hou van zingen. Ik mag deel uitmaken van de opwekkingsband. Is ontzettend mooi om te doen. Maar dat had ik in die tijd zeker niet kunnen doen. En niet omdat ik niet goed kon zingen. Nou, dat is misschien een beetje gek om over jezelf te zeggen, maar... Maar omdat ik er helemaal niet klaar voor was. Omdat ik niet wist wie God was. Omdat ik niet wist wie Jezus was voor mij. En ik ging mijn heil zoeken in andere dingen. Ik ging op zoek naar aandacht van vrouwen. Van meiden. Ik ging op zoek naar intimiteit bij andere meiden. Ik ging op zoek naar drank. Ik had flessen whisky onder mijn bed liggen. Dan kwam ik thuis van mijn werk. Want ja, ik zou werken, dus dat ging ik ook doen. Dat ging gewoon wel door. Dan had ik flessen whisky onder mijn bed liggen. En ik vind whisky nog steeds heel erg lekker. En dan soop ik me elke avond in de getver. Zodat ik niet hoefde na te denken hoe ongelooflijk akelig het leven wel niet was. Begrijp me niet verkeerd. Op zoek gaan naar aandacht bij jongens, bij meiden. Is niet per se verkeerd. Je mag ontdekken wie je leuk vindt. Je mag ook best eens zoenen met iemand en dan denken, nou ja, volgens mij is dit het niet. Begrijp me niet verkeerd, whisky is heel lekker. Als ik thuis kom, grote kans dat ik even een glas whisky inschenk, dat ik eens nadenk over hoe het vanavond is gegaan, dat ik op bed ga. Maar het werd mijn God.
Ik probeerde, net zoals ik mijn fundament was in mijn vriendin, mijn fundament te gaan vinden in iets anders. Mijn heil te gaan zoeken in wat anders. En gelukkig vond ik het niet. En heel vaak hoor je van, ja, je moet niet op stap gaan, je moet niet alcohol drinken, je mag niet dronken worden. En oh, seks voor het huwelijk, denk erom. Maar dat is wel met een reden dat dat gezegd wordt. Ik snap dat het heel ingewikkeld is als je ontzettend verliefd bent en hoort, ja, je moet wel van elkaar afblijven, anders is het niet goed hoor. Maar het is wel ergens goed voor. Het wordt niet voor niets gezegd. Ik ben mijn heil gaan zoeken in fysiek contact met andere meiden. En ik kwam thuis en ik voelde me smerig. Ik denk, gadver, wat is dit? Zo hoort het toch niet te zijn? En nee, zo hoort het inderdaad ook niet te zijn. Ik lag dronken in mijn bed bij mijn ouders thuis. Niemand die ervan wist. En ik dacht, maar zo hoort het toch niet te zijn? Nee, zo hoort het inderdaad niet te zijn. En uiteindelijk na een aantal maanden dacht ik van, nou weet je wat, ze hebben mij verteld dat die God van de Bijbel, dat die Jezus van de Bijbel, dat die van me houdt en dat die me ziet. Nou, kom maar op. Waar dan? En in die tijd kon ik nog geen muziekinstrument spelen. Inmiddels van beide een beetje. En in die tijd heb ik een gitaar gepakt en later werd dat een piano. En ben ik mijn gedachten maar gewoon op papier gaan zetten. Want ja, ik hield van zingen. Oeh, ja. En ik hield van muziek maken. En helaas kan ik de eerste versie van het liedje jullie niet laten horen, want dat, daar zaten woorden in, die zijn niet zo netjes. Maar uiteindelijk kwam ik op een punt. Ik ga hem toch iets dichterbij zetten. Nou, dan hoop ik dat hij blijft staan. En toen kwam er dit. Maar geen idee met wie. Ik vraag en ik klaar. Mijn antwoord krijg ik niet. Hoort u mij? Ik geloof en beloof, maar waarom weet ik niet? Ik prijs en ik krijg en niemand die me ziet. Hoort u mij? Misschien is het brutaal, maar ik vraag u. Maak u bekend, maak u bekend, yeah, toch maak u.
Ik heb het uitgeschreeuwd naar God. Ik kon niet anders. Er was geen andere weg meer. Heer, als u er dan echt bent, als het dan echt zo is wat hier staat, maak u bekend aan mij. Ik wil u zo graag ontmoeten, leren kennen, weten wie u bent. En zoals ik net al zei, ik kan helaas de eerste versie niet meer spelen. Want daar heb ik woorden in gezegd die niet goed zijn. En dat zeg ik niet om een stoer verhaal op te houden. Nee, dat zorgde ervoor dat het filter tussen mij en God wegging. En natuurlijk, God is een heilige God. En ik heb na de tijd mijn excuses aangeboden en vergeving gevraagd. Maar op dat moment zorgde het voor toenadering tussen mijn hemelse vader en ik. En ik heb leren mogen ontdekken, mogen leren wat het is om God te leren kennen. Wat het is om zijn woord te mogen geloven. En in Handelingen staat het stuk over de uitstorting van de Heilige Geest, Handelingen 1. En daar zegt Jezus, Johannes doopte met water, maar binnenkort willen jullie gedoopt met de Heilige Geest. En ik ben al wat lang bezig, dus ik zal niet al te veel lezen. Maar in dat verhaal wordt de helper gegeven. En ik mocht ontdekken dat die God en die Jezus en de Heilige Geest, waarover zoveel staat in dit ingewikkelde boek, dat die er echt is. Dat die er is voor mij. En helaas was dat niet een groot glorie halleluja moment. Het was niet zo dat ik dit liedje had geschreven, het uit had gezongen, en dat ik daarna dacht, nou, oh, hier bent u. Nou, we hadden een gesprek met elkaar en het was opgelost en klaar. Nee, helaas. Ik kon langzaam ontdekken wat het was om echt mijn identiteit, zo heet dat dan, wie ik ben, te mogen vinden in wat God over mij zegt. Ik hoef niet anders te zijn dan een volgeling van Jezus. Dat is al genoeg. Jezus zegt in Matteüs 11, vers 28 uit mijn hoofd, kom tot mij, allen die vermoeid zijn, en ik geef je kracht. En ik heb toen gezegd, Heer, als dat echt zo is, ik ben vermoeid. Ik draag iets met me mee waar ik vanaf wil. Wilt u mij kracht geven? En stukje bij beetje kon ik meer gaan vertrouwen op God. En dat kwam omdat mijn ouders me te hulp schoten. Dat kwam omdat vrienden zeiden van, hey, ga je weer eens mee naar de kerk? Hey joh, heb je al een tijdje niet gezien, wat is er met je? Door gesprekken aan te gaan, door Jezus en de Heilige Geest te ontdekken in anderen. En als we het dan hebben over de toekomst, dan wil ik je aanmoedigen, die toekomst die begint over een minuut. En na die minuut begint hij bij de volgende minuut. En dan weer de volgende, en dan weer de volgende, en dan weer de volgende. En zo graag willen we dat God ons duidelijk maakt wat hij wil van ons. Dat hij laat merken dat hij er is. En dat wil hij ook, en dat kan hij ook. En dat zal hij onwaarschijnlijk ook, waarschijnlijk ook gaan doen in jullie leven. Of heeft hij al gedaan, zoals hij dat bij mij ook doet. Maar God wil jou voor zichzelf hebben. Die wil zeggen, hey, kom bij me als je vermoeid, als je belast bent. En dan gaan we samen die toekomst tegemoet. En geloof me, lieve mensen, ga met God die toekomst tegemoet. Als je morgen naar je werk rijdt, ik weet niet of jullie dat gewend zijn. Ik ben gewend vanuit mijn ouders. Mijn ouders die lazen elke ochtend de Bijbel met z'n tweeën in bed. En ik ben nu 26 en begin nu pas te begrijpen waarom. Dat het heel fijn is om met Gods woord te beginnen elke dag. Om te zeggen, oké, Heer, mijn nabije toekomst, dat is deze dag. Ik wil met u die toekomst tegemoet. En wordt het dan allemaal wel heel makkelijk? Is het dan wel allemaal in één keer helemaal goed? Nee, zeker niet. Maar je mag weten, en soms is het ook een wetenschap en niet altijd een gevoel, dat God bij je is. En dat je samen die toekomst tegemoet mag. Ik wil afsluiten met de volgende gedachte.
Ik begrijp het. Ik begrijp dat geloven ingewikkeld is soms. Ik begrijp dat de Bijbel niet altijd makkelijk is. Ik begrijp dat de dingen waarover we zingen hier... Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. Is het zo? Ja, het is echt zo. Heer, u bent ons fundament, zwak wordt sterk door al uw werk. Door Gods werk, door wat Jezus voor ons heeft gedaan, doordat hij gestorven is en na 3 dagen weer uit de dood is opgestaan en jouw zonde heeft vergeven, mogen wij sterk zijn, mogen we weten. Ik kan de toekomst tegemoet met God. Ik snap dat het soms ingewikkeld is. Ik wil jullie aanmoedigen om bij God te blijven. En tieners, jonge mensen, jongvolwassenen. Ook ik weet dat het ingewikkeld is om de Bijbel te lezen. Ik weet dat het ingewikkeld is om op zondag naar de kerk te gaan als je dit leuk vindt. Ik zeg niet dat je de kerk leuk moet vinden. Ik heb ook een periode gehad dat ik de kerk niet leuk vond. En wellicht kom je nooit op een punt dat je de kerk leuk vindt. Maar blijf bij God en blijf bij Jezus. Door te bidden, door te zingen en door zijn woord te lezen. En over dat zingen gesproken, we gaan nog een aantal liederen zingen. Zal ik alvast even opzoeken welke dat is. Ik wil juichen voor u, mijn Heer. Dat is wel een swingnummer, dus ik vind dat we daarbij moeten gaan staan. Ik wil juichen voor u, mijn Heer, en ik ga door de poort met een loflied. Want ik wil u ontmoeten deze dag. Op het moment dat we dat uitzingen naar God, dat we hem willen ontmoeten, dat we dat uitzingen naar Jezus, dan kun je ervan uitgaan dat God hier is. Als ik jouw naam roep, als ik zeg, hey, kom eens hier, dan kom je ook. Zo is dat ook met God. Als we zingen over hem en zijn naam roepen, dan kun je ervan uitgaan dat hij hier is. Ook al voel je het niet. Zullen we het met elkaar gaan zingen? Ik ben blij dat je er bij bent en blij dat je er bij bent.
Yes, jullie mogen blijven staan. Ik wil graag nog met jullie afsluiten met gebed. Vergeet niet de rust achter nog drinken te krijgen straks. Heb je zoiets van, wil daarover doorpraten, ik ben hier nog wel even. Dus zoek me gerust op. Hierna gaan we nog één lied zingen, dus blijf ook vooral staan. Vader in de hemel, dank u wel voor dit moment. Dank u wel dat we u mogen vieren. Dat we mogen uitspreken dat u goed bent, dat u hier bent en dat u ons ziet. En Heer, ik weet dat dat niet altijd zo voelt, maar Vader, we mogen op dit moment uitspreken dat het wel zo is. Dat we geloven dat het zo is. Heer Jezus, wilt u ons helpen? Wilt u ons helpen te geloven dat dat echt zo is? Dat als we morgen in de auto zitten of op de fiets of onderweg naar waar we ook maar naartoe moeten, dat we mogen weten, oh, God houdt van mij. God ziet mij en met hem kan ik de toekomst tegemoet. Vader, wilt u zo deze mensen zegenen? Wilt u met ze zijn? Vraag ik in de machtige naam van Jezus. Amen. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning.
naam boven alle namen. 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 Fijn thuis allemaal. Oh, je kunt hier nog wat drinken, hoor ik net.